Serieus allemaal, we zijn bij deze nieuwe vlog. Ik zit hier samen met mijn broer op de fiets. Een beetje door de stad rijden en zo. Sorry, dat de laatste dagen geen vlog kwam. Want ik had vakantie. Er is ook vakantie voor YouTube. We gaan een beetje door de stad rijden. Velen. Toch, Milano? Ja, hij wil niet op YouTube komen. Dus snappen jullie dat? Is pa er nog? Ja, is pa er nog? Oké, gelukkig, pa is er niet. Hij gaat hem zo zacht zetten, maar als jullie me niet horen. Oké? Lift out to the floor. Is a policeman. Hij gaat hem zacht zetten. Yeah. Hoop ik. Hij staat niet zacht. Maar ik moet alsnog wel hard praten. Allemaal mensen mij gaan aankijken van what the fuck doet die guy? Het is lekker weer, dus bij jullie ook een weertje? Laat beneden weten in de comments. Geef, als je deze video leuk vindt, geef alvast een blauw duimpje omhoog. Of een groene duimpje, ik weet het niet. Nou ja, dan mag ik dat motiveren jullie. Jullie motiveren mij dan. Hallo! Hoi! Ja, ze keken. Heel raar aan. Ja, met de mic van de Balkan. Ja, ze keek me echt heel raar aan. De bak. Dit is onze stad hier in Terneuzen City. Zo, Terneuzen City in de house. We rijden nou door de winkelstraat waar allemaal mensen lopen. Kijk, staan lekker kraampjes. Nog kraampjes. Ja, leuk hoor. Lano, wat gaan we nou eigenlijk doen? Wat? Ja, mijn broer weet het niet. Zijn naam is Lano. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke vlog vinden. We zijn nog maar 2 minuten bezig. Ik ben dan mind van de Balkan. Binnenkort komt er een video van dat we moeten Fanta challenges doen. We rijden nou voor bij een winkeltje, markt, boeken. En we rijden zo meteen langs een café. Nog een kraampje. Stroopwafelkraam is daar. Is dat Kees? Wow, we maken een hele scherpe bocht. Wow. Gaan we nou naartoe? Sorry dat jullie me misschien niet kunnen zien, maar het is echt heel geil. Dat straatje is iemand vermoord. Dat straatje. Maar niet heus. Dat was een grapje. Kijk, dit is een soort gevangenis. Maar niet heus, ik weet ook niet waarom dat er is. Hallo. Welkom in de hand. Ik wil nog geen één ander iemand, behalve dat is van mijn broer dan. Dit is Balkan, baby. Ik weet niet wat ik moet zeggen, dus ik ben maar een beetje stil. Dat is mijn vierde vlog. Vlog 4. Nou, gaan we door de binnenstad. Toch? Dit is de binnenstad, toch? Ja, dit is de binnenstad. We gaan nou weer terug.
Hé, hey, is dat een voetbalpleintje? Kunnen wij hem ook uitvoeren voor jou, voor jullie? Kijk, bij die winkel, daar heb ik al heel vaak een, weet het? Oorbellen gezet. Kijk, hier heb ik de gevangenis weer. Het is eigenlijk een kerk, maar goed. Hallo. Hallo. Mensen zijn echt allemaal beleefd hier in het huizen. One shot. One shot. Goedemiddag. Ik zei netjes goedemiddag en hun zei niks terug. Ik moest even mijn telefoon binnen boord houden. Want... Waarom zeg? Nee, man. Doe normaal! Ja, ik ben nog steeds aan het filmen. Want de vlog duurt meestal in de 20 minuten. In ieder geval heb ik bij een knog. Dus we staan nou stil. En dan gaan we naar de Zeedijk. Oh, we gaan iets te eten halen bij Bakker Mart. Ik ga vragen of ik... Misschien mag ik daar zo ook filmen. Wow, Lano! Ik zit met mijn één hand vast. Oh, sorry, man. Zet ik hem gewoon even op pauze. Jullie zien me zo meteen straks weer. Jullie zien me straks weer. Gezicht, letterlijk en figuurlijk tegen zijn tas. Hoi. Het is een beetje als iemand die haar armpje gebroken heeft. Ah, ik moet even overschakelen van arm. Ja, dit is beter. Met welke arm schrijven jullie? Ik schrijf maar rechts. Dan had jij ook maar rechts, toch? Ja, hij ook maar rechts. Dank je wel voor mijn sesta. Dat is pas lekker, das. Hoe gaat het? Winkels, winkels, winkels. Nog een winkeltje. Kunnen jullie beatboxen? Ik kan het een klein beetje. Ik zet hem op pauze.